Yo, kijkers van Chirksnel, leuk dat jullie allemaal kijken naar deze nieuwe aflevering van The Crew. Alexandra Karemoot. Vandaag zitten we in een januari transferperiode. Gaan we heel veel wedstrijden spelen achteraf. Met onder andere drie keer Nottingham Forest. Zoals je hier ziet hebben we nog steeds 0 transferbudget en 0 salarisbudget. De stand op dit moment, wij staan derde. En we gaan kijken hoe we staan aan het einde van deze aflevering. En de eerste wedstrijd die we gaan spelen is tegen West Bromwich Albion. En die stonden 1 plek onder ons. Dus mochten wij winnen, dan nemen we afstand van West Brom. Maar mocht West Brom winnen, dan halen ze ons op de ranglijst. Dit is de opstelling van West Brom met een 4-4-2 met Rondon en Ings. De twee spitsen die het moeten doen voor West Brom. Die doen het blijkbaar best wel goed, want ze staan niet voor niets vierde in de Premier League. En dat is voor een club als West Brom natuurlijk ontzettend goed. Want in real life zijn ze gedegradeerd. Maar dit is ook alweer het vierde seizoen, dus het is in principe best wel logisch. Er is van alles veranderd, dus je weet het natuurlijk nooit. Maar de eerste goal komt hier van ons. Even Shaw met een mooie actie, een mooie trackback. En hij schiet hem in een verre hoek in een 9e minuut. En ze komen dus uit bij West Brom al op een 0-1 voorsprong. Dit is een best wel prima combinatie met Chaplin Shaw. Trackbackje, Gazi, de Egyptische centrale verdediger, is gezien. Egypte, op dit moment dat ik het opneem, inspreek. Uitgeschakeld helaas. Ik had meer van ze verwacht. Maar helaas. Dickinson maakt hier de 0-2. Eerst via de paal krijgt hem terug. En schiet hem gewoon binnen. Dan is de 82e minuut. West Brom doet hier nog iets terug. Met Azgan. Of wat het ook was. Ik zag het niet goed. In ieder geval volgens mij een Turk. Goed binnengeschoten voor de rest. Dan is de 90e minuut. En de scheidsrechter zal zometeen af gaan fluiten. We geven een 2-0 voorsprong weg binnen 10 minuten. Dat is typisch Crew Alexandra. Dat is dramatisch. Ings, ja, Richardson had misschien, dat was lastig zat hoor. Je zou kunnen zeggen, keeper moet hem hebben, maar nee, ik reken hem niet op Richardson af. Dus deze wedstrijd spelen we gelijk en dan zijn al die spelers van West Brom zijn teleurgesteld aan de fans. En denk van, ja, waarom? Want jullie hadden ook gewoon met 2-0 kunnen verliezen. Of in ieder geval kunnen verliezen, want jullie stonden met 2-0 achter in de 81ste minuut. En zoals je hier ziet, Oliver Finney is dus de transfer is vastgelopen. Zoals ik eerder al zei in de vorige aflevering, want ik wou het eigenlijk nog laten zien. Ik heb al heel veel oplossingen gezien in de reacties. Dus dat ga ik zeker toepassen voor de volgende keer. Maar omdat ik dus zoveel afleveringen achter elkaar opneem, kan ik die impact van jullie, de feedback van jullie, nog niet gelijk meenemen. Maar nu tegen Swansea City. En Swansea City doet het niet bizar goed. Staan volgens mij 18e of zo. Dus niet heel erg goed. En wij spelen gewoon met onze vaste basis. Althans, niet helemaal. Nee, eigenlijk helemaal niet. Met heel veel wisselspelers zelfs. Omdat we nu in deze maand wel best wel veel wedstrijden spelen. Dus in deze aflevering achter elkaar. Dus dan moeten we ook wel eens met wat wisseltjes gaan spelen. En vlak voor rust komen wij op een 1-0 achterstand. Dankzij deze man, Falcu, en dan in de 68ste minuut, 69ste minuut onder andere al, is hier Swansea. Goede combinaties en dan komen ze ook op een 2-0 voorsprong dankzij Murphy. De scheidsrechter zal zo affluiten, maar Swansea maakt ook nog de 3-0. Dus het is ontzettend lastig. 3-0 verloren van Swansea. Ik sta hier met de keeper. Nee, ik was niet aan het racen, jongens. Ik was niet aan het racen, maar ik besefte wel van dit gaat hem niet meer worden. Dus ik hield de bal bij de keeper. En ik dacht, nou ja, het scheidsrechter fluit maar af. Deze wedstrijd is verloren helaas. En kop op naar de volgende wedstrijd. In de Emirates FA Cup tegen Millwall. Ik besloot hem om te simuleren. Ik bedoel, tegen Millwall moeten we sowieso wel kunnen winnen. Met een simulatiewedstrijdje. En dat doen we ook met 3-0. Dus we gaan door naar de volgende ronde van de FA Cup. Nu in de Carabao Cup. We spelen in de halve finale. We hebben 2 legs. Een uitleg en een thuisleg. Vrij logisch. Tegen Nottingham Forest. Ik zie ook heel veel reacties van Haal Brereton, of hoe je het ook uitspreekt, die rechtsmidden, die nou daar rechtsmidden speelt bij Nottingham Forest. Die reactie zag ik pas later, toen ik Vitinho al had gehaald. En op dit moment hebben we Brereton niet nodig. Het zou in de toekomst kunnen, maar ik vind hem namelijk best wel vaak used, of overused wil ik eigenlijk zeggen. Dat is net met Chaplin eigenlijk, je ziet die best wel veel bij Road to Glory, dat soort spelers. En om nou Chaplin en Brereton te halen, I don't know of dat wel het beste idee is. In ieder geval, het zou kunnen. Misschien later. Misschien volgend seizoen. Maar voor nu niet, helaas. Dus, tegen Nottingham Forest. We verliezen de eerste wedstrijd met 1-0. En zoals je ziet, we winnen niet veel deze aflevering. Het gaat niet heel erg lekker. Maar ondertussen ook even wat wedstrijden simuleren.
En dat gaat ook niet altijd even goed, want Gray maakt een penalty in de 63e minuut, waardoor ze met 1-1 gelijk spelen tegen ons. Dan hebben wij onze eerste speler verkocht om weer wat geld binnen te halen. Want we hadden natuurlijk helemaal niks. Voor 7,5 miljoen is Junka René vertrokken naar Leeds United. Hij was goed, maar niet geweldig. Eens naar weak foot, ik vond het gewoon niet goed genoeg. Ik moest elke keer naar zijn linkervoet kappen. En ik irriteer me eraan. Dus ja, ik heb hem gewoon verkocht. Geen probleem, 7,5 miljoen in de bag. Terwijl we hem gratis hadden opgepikt. Dat is natuurlijk niks om over te klagen. Nu tegen Nottingham Forest weer. Maar nu in de Premier League. En die Brereton staat nu in de spits. Dus daar moeten we zeker voor op gaan passen. Maar ik speel met een geheel wisselteam. De reden daarvan is omdat ik de spelers wil sparen voor de volgende ronde van de Carabao Cup. Want de Carabao Cup wil ik heel graag proberen te winnen. Dus daar ga ik de spelers voor sparen. En dan nu met een wisselteam. Maar alsnog moeten wij gewoon kunnen winnen. Maar we komen op een 1-0 achterstand. Corey Roberts, ik stond ervoor. Ik probeerde in te grijpen. Maar helaas reageerde die niet snel genoeg. Maar hier is Darry. Legt hem terug op Souza Pinho. En die maakt de 1-1. In de welke minuut? Nou, het is in ieder geval de 81ste minuut nu. En hier is Nottingham Forest in aanval. Brereton gaat die weg van Saville. Geeft een hele goede voorzet naar De Praville. En die maakt de 2-1. En toen dacht ik van nee, toch zeker. Ga ik nou weer verliezen? Back-to-back tegen Nottingham Forest. En voor de zoveelste keer in deze aflevering. Het gaat niet heel lekker, jongens. Ik probeer hier nog een aanval te creëren. Lukt helaas niet, maar we krijgen wel een vrije trap. Ik besloot om Chaplin te sparen voor deze wedstrijd. En Pino erin te laten. Een vrije trap. Helaas komt daar niet veel uit. Het is de 90ste minuut. Kunnen wij nog een laatste aanval opzetten. Bailey op Ainley. Ainley door naar Vitinho. Vitinho naar Souza. Maar het gaat allemaal zeer, zeer stroef. En hier een matige aanname van Nottingham Forest. Veel kan er goed onderscheppen. Vitinho op Pino. Pino maakt die 2-2, jongen. Hij schuift ernaast. Wauw. Ja, dat is typisch natuurlijk. Pino met zijn lage afmaken. Ja, dat is wel een issue bij hem. Een groot probleem zelfs. Want hij kan alles. Hij is sterk. Hij is snel. Hij heeft een goede dribbel. Maar zijn afmaken is laag. We zijn aan het trainen. Hopelijk gaat hij snel richting de 70, 80. Want dat is wel echt nodig om te winnen. En toen besloot ik om dit wedstrijdje te simuleren tegen Nottingham Forest in de Carabao Cup. De return. En we staan met 3-1 voor. Laatste 10 minuten kunnen we dit volhouden. En dan gaan we door naar de finale van de Carabao Cup. En dat doen we ook. We gaan door naar de finale. Dankzij een 3-1 overwinning. Dan onze eerste aankoop van deze aflevering. Ik heb de release clause van Ryan Nyambe getriggerd voor 2,35 miljoen. 74 algemeen, 23 jaar met een waarde van 7 miljoen. Ik vind het helemaal prima. Gaat de eerste rechtsback worden. Want ik vind... Hoe heet onze rechtsback ook alweer? James Justin vind ik niet fantastisch spelen. Ik vind hem zelfs heel matig spelen de laatste tijd. En tegen Fulham, het is een club uit de Championship voor de FA Cup. Dus wij spelen met onze basis. Dus wij zouden deze wedstrijd gewoon moeten winnen op papier. Maar winnen gaat in deze aflevering niet zo goed. Dus we spelen gewoon met dit team. Nyambe is nu rug nummer 40. Ga ik nou niet aanpassen. Doe ik volgend seizoen weer. Maar Nyambe wordt dus, als het goed is, eerste rechtsback. Tenzij die echt ook tegenvalt. Maar ik denk het niet. Hij is meer snelheid dan... Dat Justin, dus ik heb veel vertrouwen in die man. Maar we gaan beginnen tegen Fulham. Kunnen we deze wedstrijd wel weer winnen, is de grote vraag. We krijgen in ieder geval de eerste aanval tegen. En dat is McDonald op camera, terug op McDonald. En dan gaan we maar even naar de McDonald's voor een McChicken of een Big Mac. Want hij maakt de 1-0 voor Fulham. Goeie combinatie. Onze verdediging is weggespeeld. En het is alweer de laatste paar minuten en ik probeer deze wedstrijd te winnen. Ik ga hoge druk, hoge agressie, hoge snelheid met opbouw. We moeten in de laatste 10 minuten proberen om die 1-1 te maken. Want het is ongelooflijk dat we gewoon niet kunnen winnen in deze aflevering. En tegen Fulham, we waren best wel kansloos tot nu toe. Dus we moeten wat proberen, hoge druk. En hopelijk kunnen wij nog die gelijkmaker maken. Chaplin lukt het in ieder geval niet. Nyambe onderschept hij de bal op Benevente. Maar we verliezen deze wedstrijd kansloos. Terecht verloren. Fulham was beter. En inderdaad, wij zijn geen Premier League waardig team. Op basis van deze aflevering. Maar we staan nog steeds best wel prima voor. Zoals je zo meteen gaat zien bij de stand.
De Jason Denier, dat is onze pre-contract speler. De enige pre-contract speler die ik ga halen voor volgend seizoen. Dus dat is prima. Clint Leemans gaat naar Aston Villa voor 12,5 miljoen. Hij is 7 miljoen waard. Dus ik dacht, nou ja, 12,5 miljoen. I will take it voor een bankzitter. En dan scout ik deze, of dan ga ik deze jeugdscout halen. 3-ster, 5-ster beoordeling. Hans Petersson, een Zweed. En we gaan op zoek naar talent. We staan aan het eind van deze aflevering op de 7e plek. Met 1 punt achter de nummer 4 Tottenham. En 2 punten achter de nummer 3 Arsenal. Dus het zit zo ontzettend dicht bij elkaar. Dus als we de volgende aflevering 2 wedstrijden winnen, kunnen we gewoon weer in de top 4 staan. Dus helemaal geen probleem. Het gaat wel eens wat minder. Dit was een mindere aflevering dan. Maar in de Carabao Cup zitten we in de finale tegen Liverpool. Ik zou zeggen, jongens, als je het een leuke aflevering vond, doe een duimpje omhoog. En dan gaan we de volgende keer live. You.